is het verhaal van Nina, een jonge Poolse vrouw die gedeporteerd wordt in Siberië in 1940 met haar baby. Dobrze wiesz, że stąd nie ma ucieczki. Het is echt het verhaal van een strijd voor het overleven van haar kind. En daarmee denk ik dat het toch een vrij universeel verhaal is. Dysenterie. У него очень плохие признаки, Нина. Что? Он очень больный. Доктор нужен. Никуда ты не поедешь. De inspiratie voor de film is eigenlijk het verhaal van mijn grootmoeder. En mijn grootmoeder was Pools en zichzelf gedeporteerd in Siberië, 3 jaar, dus in 1940, met haar baby. Maar de film is wel een fictiefilm. Ik bedoel, Nina is een fictioneel personage. En het was heel belangrijk voor mij om het mijn eigen verhaal op te maken. Ik vond van begin dat de landschap eigenlijk een personage van de film moest worden. Dus mijn grootmoeder zei dat ook, dat ze eigenlijk tijdens die 3 jaar dat enige schoonheid eigenlijk de natuur was. Uiteindelijk is het een natuurlijke gevangenis. Het is niet dat er echte muren staan of zo, maar de muren, dat zijn gewoon de steppes en de oneindigheid van het landschap. Dat zijn de muren. Daarom dat we ook zo ver zijn getrokken is om die natuur en die eigenschappen te gebruiken. Оставьте ее! Оставьте! Стоять! Нина, нет! А ну, брось ее, или я буду стрелять! Считаю до трех! Dat is constant meegaan met de omstandigheden. Dus in de winter zijn we eind november aangekomen in Kazachstan en we hadden niks van sneeuw. Dus dat was echt zo van, hoe gaan we dat doen? En uiteindelijk hebben we gewoon fantastische andere sferen gehad, veel beter dan sneeuw, dat we nooit verwacht hadden. En als je daar open op staat en als je dat gaat gebruiken, dan wordt het magisch. Dat was ook zo met Agnieszka, met Nina, dus de hoofdpersonage, dat je helemaal in de moment moet zijn. Dus het is niet dat je iets geforceerd moet doen van acteren of zo. Het is gewoon, voilà, we zitten hier in het midden van de steppes en we kunnen enkel spelen wat dat juist zit hier en vandaag, omdat we hier al 4 weken zitten, omdat we slecht eten, slecht slapen. Dus wat is onze emotie van vandaag? En als je daarmee begint, als je daar ook flexibel mee bent, dan kun je ook heel schone resultaten en authentieke authenticiteit krijgen. Hé, kızım. Tamam, kalın. Korun bakın, su. Yürü, yürü. Yürü, uyan. Yürü, oğlum, yürü. Ik kan bijna geen Pools. Ik heb wel wat lessen gevolgd en zo, maar uiteindelijk kan ik heel weinig Pools en Russisch. Maar ik vind het interessant om geconcentreerd te zijn op wat ik voel eigenlijk als regisseur. Ik ben aan het zien wat er aan het gebeuren is en ik zit niet gehecht aan de woorden of wat dat wil zeggen, maar gewoon aan het voelen van oké, gebeurt er iets? Je ziet het juist van gevoel. Dus uiteindelijk vond ik het soms zelfs beter om het niet te verstaan. Strafje. Voor mij is de film maken en het gans proces is eigenlijk even belangrijk als het resultaat. Dus ik vind het geweldig als ik met de ploegleden, met de acteurs, als we samen echt een heel menselijke avontuur beleven eigenlijk. Dat we allemaal samen wegtrekken naar Kazachstan. En ik denk, je kunt iedereen vragen uit de ploeg en de acteurs. Iedereen heeft iets persoonlijk meegemaakt tijdens deze film. En ik vind het gewoon schoon om samen een film te maken. Dat is cinema. Bo skończy się to na tym, że wpakują ci kule w łeb. Rozumiesz? Rozumiesz?